Wat gaan wij doen vandaag? Koningsdag. Mensen, het is op het moment 7:15 ochtends. Gisteravond was Koningsnacht, dus wij hebben hartstikke veel overlegd. Maar daar hebben we geen tijd voor op dit kanaal, want we gaan nu naar Maastricht toe om Koningsdag te vieren. Maar dan niet alleen. We hebben heel veel leuke dingen voorbereid. Oh! Wie ben jij dan? Ik ga ook weer vandaag. Kan je niet even een walk-up doen? Ja, je moet even... We zijn vandaag met z'n drieën en we gaan nu richting Maastricht om 7:15 ochtends. Je kan denken, wie heeft daar nou zin in? Nou, wij ook niet. Leve de koning! Leve de koning! Leve de koning! Want, wat is het idee voor vandaag? Wij hebben foto's gemaakt die wij aan het koningshuis gaan uitdelen. We hebben van elk lid van het koningshuis dat aanwezig zou zijn een fan-edit gemaakt. Eigenlijk gewoon een spotprint. Bijvoorbeeld Prins Bernhard die per se Formule 1 in Zandvoort wilde. Daar hebben wij een Max Verstappen fanboy van gemaakt. Willem is een andere king geworden. De King 77NL. En omdat deze in Ierland studeert of zo, hebben we er een Iers mannetje van gemaakt. Amalia is een powervrouw. Deze is een TikTok legend geworden. En dat is het concept. Waardeloos zou je zeggen? Nee man, dit is gewoon echt heel grappig. Dit is humor. Dit is een hartstikke mooi dingetje joh. Ja. Famous girl, de king, de race. Dit wil je toch hebben als koningshuis? Dat niet normaal eigenlijk. Eigenlijk dat niet normaal. We gaan OMB naar de koning. Bro. Voor mij kan ik nog even wachten, maar... Lang leven de koning, lang leven de koning. Daar zitten ze dan, de mannen, met een BVO'tje. Hey. Hey Marco. In 3, 2, 1. Hey Marco, prima! Hey, like challenge. Als je binnen 3 seconden liked, dan krijg je een... Pilsje van de koning. Pilsje van de koning. Ja. In 3, 2, 1. Hey Marco, prima! Waar kijk jij het meest naar uit, Simon? Waar ik het meest naar uitkijk? Je moeder. Bas. Nee, maar je hebt wel een punt. Ik kan ook net doen of ik een, over het hek springen en dan net doen of ik een pomp. Nee. Ik vind dat je Amalia en Naak een heel leuk moet vragen. Oké, we gaan even repeteren hoe het gaat als wij dadelijk de koning die komt onze kant op en ik ga hem geven. Of maakt niet uit, we gaan even repeteren. Dan gaan we. Dankjewel. Wat is dit precies? De king, dit is ook de king. Maar jullie zijn allebei koningen. Jij bent ook vast geslagen. Ik vind het leuk. You drop this. I apologize. Luister, ik wil het niet per se door een oranje bril bekijken, maar ik heb er heel veel zin in vandaag. Hey, kom op, man. Dario, we rijden Limburg binnen en Simon is een beetje gek aan het doen. Die is opeens... Hij doet dus de hele tijd Twinity na. Het gaat dan half uur zo door, dus... Schrikkelijk. We zijn aangekomen in Maastricht en de sfeer is niet alleen grimmig. Mensen hebben de dresscode niet begrepen. Nee, ik heb nog niemand in oranje gezien. Helemaal niemand. Ik heb ook het gevoel dat we hier gewoon totaal verkeerd zitten, joh. Wij komen hier natuurlijk niet met lege handen. Wij hebben een fanfare geregeld voor de koning. Ja. En ze gaan nu, ik ga zwemmen ze. Zo, dat is goed, hè. Oh, dat klinkt mooi. Maurice, als ik tegen jou zeg Roel van Vels in de fanfare, zeg je dan doen of niet? Ja, en heel veel. Ah, mooi man. Mag gewoon allemaal Roel van Vels is, joh. Terwijl de fanfare behoorlijk de rust aan het verstoren was, zaten wij te balen. We hadden zelfs een beetje spijt. Maar na regen komt zonneschijn. Vanaf hier ging het eigenlijk alleen maar bergopwaarts. Ik heb er zin in. Helaas was het een leugen wat ik net zei. Het werd echt een leidersweg van jouw welste. Het is toch Koningsdag? Ga je toch niet doedelzak spelen? Ja. Het wordt nog een lange rit. Ik vind het echt zo asociaal. Hier sta ik dadelijk, hè. Dit was dan ook een perfect moment om even de balans op te maken. De king. Powerful. Famous girl. Ja, die is. Dat is de beste. The racer. TikTok legend. Gelukkig komt aan alles een eind. En de doedelzak besloot het eindelijk voor gezien te houden. Oké, jongens, gelukkig. Nou.
Omdat ze gestopt zijn. Ja, een beetje hetzelfde als dat de vliegtuig veilig landt. Zo'n klapje was het een beetje. Oh, spijkers ineens vallen naar beneden. Ik had bijna voor de rest van mijn leven in een rolstoel gezeten, maar... Simon en de aanslag. Op het moment dat ik die spijkers zag, dacht ik, het leven kan ineens voorbij zijn, misschien niet van elk moment. En 3 minuten later sta ik hier toch gewoon te malen. Ik vreet mezelf op van binnen. Nee, nog een half uur, maar als het eenmaal begint, dan wordt het leuk. Eerst even die bittere pil slikken en het komt wel goed. Zet nou maar uit. Daar zien we een Limburgse politieagent van de oude garde. Die zijn niet meer van deze tijd. Ik moet wel zeggen, Maastricht heeft in zo'n korte tijd wel mijn hartje veroverd. Voor mij niet. Ik heb enorm niet naar mijn zin. Ondertussen bouwden wij met z'n drieën een gigantische rivaliteit op tegenover de fanfare. Want die bleven maar komen. En ik had toch echt sterk de indruk dat niemand erom vroeg, hoor. Het is toch ook ongelooflijk. Daar zijn we al 6 keer van ze weggerend en daar zijn ze weer, hoor. Waren ze weer goed, hè? We dachten, ze zijn echt weg, maar er komt er nog één. Nee, joh. Gaan ze bezig? We zijn bezig, jongens. Gaan ze even vol zijn neus staan. Express. Wat eet je? Ja. Wat eet je? Nee, ik kan nooit. Ik kan nooit. Even ze weer, die motherfuckers. Twee uur verder, maar het lijkt erop dat het een teken van leven is. Ja, eindelijk. Ik zie onze collega's van de NOS, zie ik aankomen lopen. Oké, jij bent nu Willem-Alexander, doe even alsof hij ze nu overhandigt. Roleplay is dit. Daar gaan we, 3, 2, 1, go. Hey, Dario. Alsjeblieft, jongen. Dankjewel, hè. Ik ken jou trouwens, van TikTok. Hij staat erop, klasse. Toen was het eindelijk zover. Na uren wachten en ogenschijnlijk tijd verspillen, moest het nu gaan gebeuren. Dit was alles of niets. Dit is waar ons hele leven naartoe had opgebouwd. Het moment om de spotprenten te geven. Het is een soort van gelukt of zo. Wat? Ja, het duurt even. Deceptie in Maastricht. Nou is het mooi geweest. We waren te druk bezig met de balen om ons te herinneren dat we nog een kans hadden. We hadden de racerposter nog. Bernard, kom nog, het zou kunnen. Oh. Geloof was ineens terug en dan kunnen er hele gekke dingen gebeuren. Nou is wel even genoeg, hè? Dood tegen. Hij keek Ik heb hem in mijn bek geslagen. Luister, dit zou perfect zijn geweest als die doedelzaks gestopt was. Maar wat hebben we nou nog over dan? Derde helft. We hebben niks meer. Pilsie. Derde helft. Pilsie. Klasse. Hij doet het, ja, heel leuk. Hou zelf maar. Een klasse finale hebben we gespeeld. We hebben gewonnen. En ik ben er hartstikke blij mee. Ja. Ik ben trots op ons allemaal. Vooral op Dario. Thanks guys. Zo. En zo kan het ineens van hartstikke gezellig naar hartstikke grimmig gaan. In een paar seconden. Lang leven de koning. En dan zitten we gewoon weer in de trein. En de Seth komt langzaam te komen. Het was wel echt een heel goed moment eigenlijk. Het was echt prachtig. En uiteindelijk is hij MVP, hè? Ja, nice guys. Ja, jullie hebben mij deze opportunity gegeven. Ja, tuurlijk, maar je hebt hem wel met beide handen aangenomen en daar heb ik gewoon respect voor. Deze hebben we allemaal nog. Wat we gewoon gaan doen is, één van de kijkers kan hem winnen. Weet je wat, die wint ze allemaal. Je mag ze allemaal lekker in de broekzak steken. Je moet niet vergeten dat deze hier, die heeft die aangeraakt, die vent. Ik weet niet of je daar dan
meer waarde voor voelt. Deze twee zijn. Allebei, ja. Allebei. ook de Pamelse Curl. Wil je ze winnen? Druk op dat duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal en laat een hartstikke grappige comment achter. Met welke poster het beste is. Doe dat, dan kun je ze winnen. Heb je daar iets aan? Nee, totaal niet. Maar het is toch een mooi aandenken van een bijzonder, bijzonder, bijzonder moment. Oké. Okay. En dan met cut shot, weet je wel. En dan, echt, ik had dan mijn